Hey, ik wil het vandaag hebben over self-help problemen, denk ik. Self-help. Weet je wel, je hebt van die mensen die graag self-help boeken lezen en dat kan over allerlei onderwerpen gaan. Allerlei onderwerpen. Beter willen kunnen plannen, beter willen eten, meer scheid hebben aan de wereld. Alles. Gewoon self-help. Iets waar jij beter in wil worden of whatever. En dat is hartstikke goed en hartstikke leuk. En ik heb zelf ook periodes gehad ook dat ik heel veel lees. En daar heb je echt wat aan. Als je er ook echt wat mee doet uiteindelijk. Het is natuurlijk ook gewoon vermaak om te lezen. Maar als je er wat mee doet ook, dan is dat natuurlijk hartstikke goed. Maar nou, de aanleiding van deze video is een tweet die ik zag over de iPhones die uitkomen en de Watch. Heet gewoon de Watch, toch? Niet de iWatch, maar gewoon de Watch van Apple. Dat iemand zei van, je bent heus niet stoer als je in de rij gaat staan met z'n allen voor een nieuw gadget. Je bent pas wel stoer als je in de rij gaat staan voor een vliegtuig om iets mee te maken. Dus echt zo'n self-help ding, weet je wel. Dat je dus geniet van alle ervaringen in plaats van materialistische dingen. Dat is echt zo'n self-help ding, weet je wel. Zo'n bewustwording ding en je leven leuker maken door te genieten van alles wat je meemaakt. Dat ik dacht van, hey, ik ben helemaal voor self-help. En wat self-help ook heel erg, waar het vaak over gaat, is dat je dus jezelf helpt. Wat er bij jou past en wat jou gelukkiger maakt. Dan denk ik, met dat soort tweets en wat ik dan vaker tegenkom. En dan merk je, dan weet je al van die mensen dat ze heel erg met zelfhelp bezig zijn. Want daar tweeten ze dus ook veel over. Dus dat je weet dat het ook echt, dat ze daarmee bezig zijn. Dat ik denk van, wow, beoordeel niet zo. Beoordeel niet zo. Als iemand echt gelukkig wordt van de nieuwe iPhone, whatever. Weet je wel, we zijn allemaal anders. Ik ben zelf ook iemand die graag voor ervaringen gaat. Ik ga graag voor een vakantie, naar een plek toe gaan waar ik een cultuur kan opsnuiven en gewoon een herinnering kan creëren met leuke mensen, et cetera. Dat is ook iets, weet je wat, in principe ben ik het met die persoon eens op dat vlak. Maar het was zo judgmental dat ik dacht van, wat? No. En sowieso ook van, je bent pas stoer als je dit doet. Alsof het kwam dus over alsof je dus dingen moet doen omdat het dan stoer overkomt bij andere mensen. Die mensen staan waarschijnlijk niet in de rij om stoer te doen hoor. Die willen gewoon heel graag die nieuwe iPhone hebben, want dat vinden ze gewoon echt heel erg vet. Er zijn gewoon zoveel verschillende mensen, laten we gewoon niet zo beoordelen. En zeker niet als je zo erg met zelfhelp bezig bent, want dan moet je dus doorhebben dat je met zelfhelp bezig bent. En niet met other help. Weet je wel, mensen, dat je je niet kan inbeelden dat mensen gelukkig, echt gelukkig worden van iets wat jij oppervlakkig vindt. Of echt gewoon, weet je wel, dat moet je je ook kunnen voorstellen. Ook al kan je dat zelf dus voor jezelf niet voorstellen, laat mensen lekker in hun waarde. En ook een paar jaar geleden las ik ook, het is me gewoon zo bijgebleven, omdat toen volgde ik iemand en die was redelijk into self-help aan het raken. En toen kwamen er steeds meer tweets langs van in de trant van, ik zat vanochtend in het vliegtuig en er zat een vrouw heel chagrijnig te kijken. En ik dacht echt, waarom kijken er zo? Er is zoveel in het leven om blij voor te zijn. En dat vind ik dan zo jammer. Zit je daar met je chagrijnige kop? Weet je wel, zo kwam het over. En ik heb heel vaak bij dat soort dingen, hè, dan wil ik reageren. En dan doe ik dat niet. Want dat is iets wat ik al lang jaren geleden geleerd heb op het internet. Laat mensen gewoon ook in hun waarde als ze dat soort dingen willen zeggen. Weet je, als ze het niet persoonlijk tegen jou zeggen, laat ze lekker. Want daardoor komen al die wars in de comment section ergens, weet je wel. Dat mensen zo erg met elkaars mening bezig zijn. Dus dat deed ik niet, maar ik voelde wel heel erg van, hey, omdat jij zo'n gelukkig leven hebt en omdat het met jou zo goed gaat en dat jij nu zo met zelfhelp bezig bent en al het mooie ziet en wil zien, et cetera. Er zijn zoveel voorbeelden van iemand. Je zit in de bus en zit iemand vet chagrijnig te kijken en gewoon boos te doen half. Weet je wel, gewoon chagrijnig. Dat je denkt van, hey, je maakt iedereen chagrijnig. Er is zoveel leuks in de wereld. Doe even gewoon een lach op je gezicht. Hoe weet jij nou of die vrouw niet vanochtend in elkaar geslagen is door haar vriendje die haar elke dag bijna in elkaar slaat? Hoe weet jij nou of zij niet haar moeder is verloren aan kanker vorige week? Hoe weet jij nou of zij niet gewoon een aandoening heeft? Of gewoon depressief is? Gewoon echt depressief is? Hoe weet jij nou of zij, je weet het niet. Snap je? En ik vind dat dan zo judgmental, zo beoordelend. Dat je zo in je eigen bubbel bezig bent met, ik wil beter worden, ik ben al gelukkig. Dat merk ik dan vaak wel van die mensen die dat soort dingen zeggen. Ik ben heel erg met mijn eigen geluk bezig. En dan
zijn ze daar heel erg over aan het tweeten en social media. En van hier het geluk in vinden, daar het geluk in. Ja, daar ben ik zelf ook wel mee bezig, natuurlijk. Maar ik ga. Dus ik vind het fijn om mensen te volgen die met zelfhulp bezig zijn, die alleen maar positief bezig zijn tegenover. Hoe zeg ik dat? Dat het over hunzelf gaat. Wat zij willen bereiken. Dat vind ik dan leuk en inspirerend en tof. Maar heel veel mensen. Niet heel veel mensen. Maar er zijn ook mensen die dan mensen gaan afzeiken. En dus zo van dat andere mensen het niet zien wat jij ziet. Want jij hebt het licht gezien. En andere mensen moeten dat ook allemaal zien. Nou, dat je dan gewoon niet kan inbeelden. Terwijl je het eigenlijk vast wel weet. Dat er mensen mishandeld worden dagelijks. Dat er mensen verkracht worden. Dat er mensen ernstig ziek zijn. Dat er mensen depressief zijn. Dat mensen hun familieleden verliezen. Dat er mensen ongelukken krijgen. Er is ook heel veel slecht in de wereld. En dat overkomt mensen. Dat overkomt mensen en het overkomt mensen all the time. En bij sommige mensen overkomt het zich hun heel vaak. Bij sommige mensen maar één keer, dat ze één keer in zoveel jaar dat ze iets slechts meemaken. Laat elkaar niet beoordelen als je met jezelf help bezig bent. Oké, okay? Laat jezelf help lekker bij jezelf. Zelf help bij jezelf. Oké, okay? Het heeft echt geen zin om constant te tweeten dat iemand anders dit doet en die kan dan beter dat doen. Hou het lekker bij jezelf. En nou wordt de video waarschijnlijk alweer veel te lang. Dus het is een korte video. Maar ja, ik wilde even spuien. Want ik merk. Ik heb dan dus ook heel erg de neiging om die mensen dan te ontvolgen. Als ze dat heel veel doen, dan heb ik geen zin meer om dat te hebben in mijn tijdlijn. Weet je wel? En dan kan ik nog die persoon echt heel erg tof vinden verder. Of wat hij doet en zo. Of, weet je wel? Dat kan ik hartstikke leuk vinden. En dat. Het is in principe niet een persoonlijk iets waarom ik hem dan ontvolg. Maar ik hoef dat niet in mijn tijdlijn de hele tijd. Want daar erger ik me aan. Dat ik denk van laat mensen lekker in hun waarde. Laat mensen lekker in de waarde. Focus je lekker op je eigen zelf help. Alright. Dat was het. Dat was het jongens. Ik zie jullie gewoon lekker morgen weer. En ja, vandaag ga ik lekker chillen. En ik hou ervan. Ik hou ervan om lekker alleen te chillen vaak joh. Daar hou ik van. Wat vind jij over dit soort zelfhelp dingen? Merk je dat ook bij sommige mensen? Dat je gewoon merkt dat ze echt met zelfhelp bezig zijn. En dat ze dus eigenlijk heel interessant zijn om te volgen. Maar dat ze dan ook eigenlijk heel veel mensen afzeiken. Snap je? Of wat vinden jullie? Moet ik daar eigenlijk wat van zeggen dan tegen zo iemand? He, want ik ben dus heel erg op het internet van dat ik mensen gewoon lekker laat. He, zeker als je niet mijn persoonlijke vriend of vriendin bent. Waarom zou ik dan, weet je wel? Maar misschien is het toch ook wel een keer goed om gewoon dat te delen. Dat die persoon dan misschien denkt van, oh ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Toch? Of niet, dat in ieder geval dat hij dat hoort en dat hij daarover kan denken. En dan kan denken van, nee, je hebt geen gelijk. Of jij hebt wel gelijk, dat maakt niet uit. Ik zeg niet dat ik gelijk heb. Nou ja, naar mijn mening wel. Ik vind dat je zelfhelp lekker bij jezelf moet houden. Maar goed, wat vinden jullie? Moet ik daar wat van zeggen dan voortaan? Of niet? Gewoon met zo'n voorbeeld van, laat mensen lekker in hun waarde. Of hoe weet jij nou of die persoon niet vanochtend in elkaar is geslagen? Toch? Dat kan ik wel doen, toch? Ik weet ook wel dat ik dat kan doen. Maar ik heb nooit zo'n behoefte in zo'n gesprek dan van... Je weet nooit of iemand daar slecht op gaat reageren. En dan heb ik er gewoon helemaal geen behoefte aan. Anyways. Ik zit de hele tijd voorover te leunen. En daardoor ziet het eruit alsof ik in een hele ongemakkelijke positie zit. Ik zie jullie morgen weer. Doei. Doedeldokie.